Jill Goede werd door haar relatie met Leroy de rouwbonusmama van Leroy's dochtertje Lola Lilly. Jill heeft ook een eigen kinderwens en zou graag met Leroy een kindje krijgen. Alleen blijkt dat traject niet van een leien dakje te lopen. De Big Brother winnares vertelt er openhartig over op Instagram. Gelukkig leven we in een wereld waarin superveel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. Vorig jaar is mijn spiraal eruit gehaald. Ik kreeg de pil, maar wilde ik die pil wel slikken? Al die hormonen in mijn lijf, ik werd er eigenlijk gek van. Waarop Leroy zei: Waarom? Stop er toch mee. Leroy wist van Jill's kinderwens af. Ze wilden er samen voor gaan en hoopten natuurlijk dat het snel raak was. Maar dat was bij ons niet het geval. Haast hebben we niet, het zou komen als het moest komen. We zijn positief en dat helpt ons enorm, zegt Jill. Hormoonklachten heb ik altijd al gehad. dus op M en eierstokken, verschrikkelijke last van M menstruatie en cycles waar je u tegen zegt. Gelukkig heb ik de leukste partner die mij door dik en dun steunt, klinkt het positief bij de Nederlandse. Een paar weken geleden trokken Jill en Leroy aan de alarmbel bij het ziekenhuis. Ik merkte dat ik het heel moeilijk vond om te bellen naar de dokter om dit verhaal te vertellen. Waarom is het een taboe? En al snel kreeg ik een verwijzing naar de voortplantingsafdeling in het ziekenhuis. Ook werd ik er opener in en durfde ik het te vertellen tegen sommige mensen. En daar kwam ik erachter dat ik niet de enige ben. Iedereen om mij heen werd zwanger en beviel en ik bleef voor mijn idee achter. Wat is het dan? Wat heb ik dat het niet werkt? Op 4 december hebben Jill en Leroy een afspraak in het ziekenhuis. Ze willen hun volgers graag meenemen in het traject omdat wij het taboe willen doorbreken en ons gevoel met iedereen willen delen.